Het personeel van Huis Asiana is uit ontevredenheid vanaf vanmorgen in beraad. Bondssecretaris Eugène Daniel zegt dat gisteren in een algemene ledenvergadering is besloten om het werk neer te leggen vanwege het uitblijven van de verhoging van het salaris en de verschillende toelagen. En in feite zou dat in eind januari plaatsvinden, maar er waren geen resoluties geslagen. Dus die dingen zijn uitgebleven en je weet, de situatie in Suriname is niet meer te houden, valt te houden. En alles is duur geworden. Men moet betalen naar het werk en als de kledingstoel, als de vervoerstoelage niet verhoogd is geworden. Dan begrijp je, kledingstoelage, men moet nieuwe kleding aanschaffen per jaar. 4 sets uniform en je krijgt maar 950 gulden per jaar. Hoe kom je dan uit dan? Een passende schoeisel. Dus het is ook niet te doen. Je moet een dagdienst hier komen verrichten. Je komt en je krijgt maar 25 SRD per dienst. Dan een nachtdienst. Maar zie je het verschil met de overige ziekenhuizen? Waar ze meer dan dat zelf krijgen. Daniel zegt verder dat gebleken is dat de verschillende zorginstellingen vele malen meer dan het Asiana-personeel ontvangen, wat heel oneerlijk is. Asiana-directeur Brenda van Daal geeft aan dat er los van de ontevredenheid over financiële zaken ook een personeelstekort heerst. Dus men werkt nu van 7 tot 12 en na 12 uur is men in beraad. Ik verwacht dan wel dat er van 7 tot 12 wel gewerkt wordt. En dat men daarna in beraad gaat. De reden dat is opgegeven en waarachter ik ook vierkant sta, is dat men wacht op zijn toelages. Het is zo dat in Huis Asiana mensen heel hard werken, vanwege ons personeelstekort, werken mensen dubbel zo hard. De mensen gaan van hun huis in de nachtdienst en ze worden per nachtdienst maar 25 SRD betaald. Voor de wacht worden ze 17,50 gulden betaald. U begrijpt dat dit onkan is. En wij als directie, samen met de bond en het bestuur, zijn hierover in overleg getreden met het overlegorgaan van de overheid. We zijn dagenlang daar geweest, hebben onderhandeld. En we hebben de toezegging gekregen dat de mensen deze toelages worden opgetrokken. Van Daal geeft verder aan dat nu ongeveer 178 mensen in de zorg nodig zijn. Wat betreft administratief en technisch personeel gaat het om 150 mensen. Deze werving kan via het ministerie of via Asiana zelf geschieden. De bond, die ook de zaken van het personeel bij de Esther Stichting behartigt, hoopt niet dat ook de personeelsleden daar besluiten in actie te gaan, aangezien ook zij te kampen hebben met dezelfde perikelen.